Vorige week hadden we hier een interview met Samuel en check het vooral even, want het was een erg leuk interview. En hij is verantwoordelijk voor de marketing van de game Hellskate. Hij was ooit een gamejournalist. Hij is een marketeer geworden en we hebben het er toen in dat interview over gehad of hij een beetje de reviews vreesde. Want dat lijkt me toch wel heel apart als je altijd kritische journalist bent geweest en nu als game dan krijg je die reviews. Hoe ga je ermee om? En het lijkt me gewoon heel spannend als je games maakt. Als je weet van oké, bam, dan gaan ze binnenkomen. Dan komen de critici hun cijfertjes geven. De mensen hebben een oordeel erover. En dan weet je of jouw game wat gaat worden. Of dat het gewoon ook meteen eigenlijk de budgetbak in kan. We gaan het eens hebben over Hellskate. Nou, Jasper die houdt van skaten. En je houdt van de hel. Absoluut ook van. En je houdt ook wel van games als Devil May Cry. Want Hellskate wordt een beetje omschreven als Devil May Cry meets Tony Hawk. Ja, Hades hoor ik ook veel voorbij komen. Hades, inderdaad. Ja. Dat zijn duidelijk de voorbeelden, de inspiratiebronnen geweest van deze game. Die van Nederlandse makelij is en gemaakt is door de studio van de bekende YouTuber Kwebbelkop. Phantom Coast. Phantom Coast, inderdaad. En het is een bizar concept. Een concept wat nieuwsgierig maakt. Want je maakt dus de tricks à la Tony Hawk. En hoe beter je die tricks doet en hoe beter je grindt, dan worden jouw aanvallen ook beter. Want je bent ook vijanden aan het verslaan. En dat hadden we nog niet eerder gezien. En eigenlijk heb ik maar één vraag aan jou. Hoe speelde het? Ja, het is een interessante game. Ja. Ik ben zelf natuurlijk, dat weet jij en dat weten de kijkers over 10 seconden ook. Ik ben echt een grote Tony Hawk fan. Ik heb alle Tony Hawks gespeeld. Ik ben er echt mee grootgebracht. Dus toen ik hoorde dat deze game kwam en ik zag ook dat, volgens mij heet die Steve Swink of zo. Dat is een van de developer van Tony Hawk Underground. Wat een van mijn favoriete Tony Hawks is, de eerste Underground. Toen was ik wel geïnteresseerd in deze game. Het voelt nogal vertrouwd als je het oppakt. Ja, want dat is de eerste vraag die ik eigenlijk wilde stellen. En dat zei Samuel ook van, als je het speelt en je hebt Tony Hawk gespeeld, dan voelt het vrijwel direct vertrouwd aan. Klopt dat? Ja, zeker. Maar daar zit ook een bepaalde verwarring in voor mij. Oké. Want ik heb zoveel Tony Hawk gespeeld dat ik bepaalde routines heb van die trick is een 360 flip is volgens mij schuin naar onder en twee keer kickflip drukken of twee keer flip drukken. Hier is het in één keer naar beneden en niet schuin. Dus ja, ik merkte wel dat ik een beetje tegen mijn olifantenpaadjes in mijn brein aanliep van hoe ik Tony Hawk speelde. Dat in grote lijnen lijkt het heel erg op Tony Hawk. En natuurlijk, je ziet het ook wel, het balanceren, het grinden, de flip tricks, alles zit op dezelfde plek qua knoppen. Maar met één heel groot verschil, het is natuurlijk niet alleen een skateboard game. Ja, het is een soort roguelite, hoe heet het? Roguelite. Ja. Een combinatie van een vechtgame en een skateboardgame. Ja. Ja, ik vind het intrigerend dat ze die keuze hebben gemaakt. Mm-hmm. Je kan dus eigenlijk, je begint een run als je deze mond ingaat. Dat zie je hier, dan kom je dus eigenlijk in de Hellskate. Wurtheim heet het volgens mij. Ja. En dat is een wereld waar jij dus al skatend enemies moet verslaan. En in het begin van een run, dat zie je hier, dan kan je dus kiezen tussen een bepaalde upgrade en sommige upgrades zijn trouwens permanent, maar voor het grote deel is het een beetje zoals, games als Spelunky, Enter the Gungeon. Het heeft, elke run heeft een eigen soort van, item. Zoals hier zie je dat ik een soort van jetpack onder mijn board heb, wat de hele game weer anders liet aanvoelen. Het skaten voelt vertrouwd. Het vechten, het is een beetje wennen voor mij. Het is een beetje warrig af en toe, zeg maar. Mm-hmm. Dat had ik met Tony Hawk ook wel eens. Van, er gebeurt heel veel op het scherm en als je daar dus ook nog bij gaat matten, dan wordt het af en toe, was het lichtelijk overload. Dat ik dacht, jezus, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Dan moet ik zeggen, nou helpt het ook niet helemaal mee dat je ziet het qua vormgeving wel. Er staan echt 3 verschillende lettertypes op het scherm. Er gebeurt van alles. Ja. Maar ik wil niet direct de game helemaal af gaan branden, hoor. Want ik moet zeggen, ik was positief verrast door hoe het speelde. Ja. Het is sowieso een hele weirde combinatie. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nee. Ja, alleen ik vind wel, De uitleg aan het begin van de game was voor mij een beetje onduidelijk, zeg maar. Mm-hmm. En ik natuurlijk als Tony Hawk adept ga gewoon direct beginnen met flip tricks en grinden. En ik ben gewoon mijn routine aan het doen van zoveel mogelijk punten halen. Ik begreep nog niet helemaal hoe dat nou eigenlijk in elkaar verwoven was met het vechten. Ja. En ik moet zeggen, de uitleg daarin vond ik een beetje onduidelijk. Maar nog onduidelijk, ja. Ja, dus misschien heb ik een tutorial gemist, hoor, maar volgens mij niet. Ik ben echt gewoon de game gaan spelen en het werd vrij snel werd ik er gewoon ingeflikkerd. Ja.
Ja, nou, is dit ook een early access. Ja, goed om wel te vermelden. Goed om wel te vermelden. Je ziet dat heel veel media nog een beetje daar moeite mee heeft. Moet je dit nou wel of niet reviewen? Nou, ik ben van mening dat je het wel moet reviewen. Op basis van early access review. Dus je weet dat de dingen gaan veranderen. Dit is zeg maar ook de eerste wereld die je krijgt. Uiteindelijk willen ze er geloof ik nog twee werelden aan toevoegen de komende tijd. Mm-hmm. De game is niet 100% af. Aan de andere kant, ze vragen er geld voor. Het is iets wat je kopen voor een schappelijke prijs. Maar er zit geld aan vast. Dus vind ik ook dat je gamers een oordeel moet kunnen geven of dit überhaupt dit geld op dit moment al waard is. En ze hebben aangegeven dat voor hun community super belangrijk gaat zijn. Mm-hmm. Wat dus betekent dat ze ook misschien wel gaan luisteren als een heleboel mensen zeggen, ja, ik zou toch graag ietsje meer uitleg aan het begin willen hebben. Omdat ik kan me wel voorstellen ook van, de makers zijn ook echte gamers in de zin van, bij hun gaat het niet zozeer om verhaal. Het gaat vooral om de ouderwetse actiereactie, weet je. Je gamet voor uitdaging, om iets te overwinnen. En dat mag best moeilijk zijn. Vandaar ook Rogue Light. Als je afgaat, moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Het zijn allemaal Dark Souls fans, weet je wel. Dus ze maken het je misschien daarmee ook niet al te makkelijk. Nee, er is ook wel een bepaald, je kan wel een, hoe zeg je dat, een lans breken voor het feit dat je ook gewoon het zelf moet ontdekken. Ja. Alleen wat op dit moment bij de game wat mij nog opviel, en ik moet het wel even aanstippen hoor, maar je hebt ook een soort trials waarin je statpoints kan verdienen door bijvoorbeeld manuals te doen voor een aantal seconden. Dat vond ik heel leuk gedaan. Ja. Wel een beetje onduidelijk hoe je daar dan precies in komt. Dat ineens zie je een deur en dan ga je daarin. Ik moet zeggen, dat gedeelte qua gameplay zit wel snor, zeg maar. Dat vond ik al best wel fleshed out. Maar ik moet zeggen, de vormgeving van dingen. Mm-hmm. Sommige dingen zijn heel tof. Ook die videobandjes en gewoon de stijl. Maar vooral de typografie qua letters. Ja, ik vond het gewoon af en toe een beetje onduidelijk. Het is nog een beetje een chaos. Ja. En dat is jammer, want ja, de game heeft al best wel wat dingen best wel in orde. Ja. Dus ja, daar vind ik nog wel dat ze hopelijk nog wat meer aan gaan doen. Maar ongetwijfeld. Ja, het is gewoon een heel, heel lijp concept. En ik snap het niet helemaal, maar dat is voor een gamer als ik juist een interessant gegeven. Daarom wil ik het verder spelen. Ja. Dus het skaten vond jij echt gewoon goed uitgewerkt. Dat voelde vertrouwd aan. Zijn de omgevingen ook, want dat was altijd heel tof met Tony Hawk, weet je wel. Je kon overal grinds overmaken, je kon overal jumps maken. Zit dat er hier ook in? Zit er genoeg te skaten in? Nou ja, kijk, het leuke is, je gaat zeg maar, je gaat van omgeving naar omgeving en je gaat steeds verder, zeg maar. Weet je? Dus je speelt steeds meer stukken van de omgeving vrij, waardoor weer nieuwe challenges komen, waar je weer nieuwe vijanden moet verslaan. Ja. Maar sommige vijanden kan je bijvoorbeeld ook op grinden. Je hebt een soort draak die door het level gaat en die kan je op zijn rug grinden. Nou, dat vond ik heel tof. Ja. En je hebt ook af en toe boss fights tussendoor. Dus gewoon het idee dat elke run anders is met andere items, andere perks. Je ziet hier bijvoorbeeld handstand damage increase. Dan moet ik dus een manual doen en een handstand. Dan heb ik dus, als ik dan in die combo chain een vijand sla, dan heb ik dus meer damage. Dat maakt het heel leuk. Alleen ik blijf wel echt een Tony Hawk purist, dat ik af en toe nog steeds niet helemaal snap hoe dit verzonnen is. Ik vind het heel tof. Ja. Alleen ik ben zo gek op Tony Hawk dat ik gewoon eigenlijk alleen maar wil skaten. Dus het vechten voelde voor mij af en toe een beetje als, oh shit, ja, dat moet ik ook nog doen. Volgens mij was het dus, ik ben even zijn naam kwijt, maar die man van Tony Hawk Underground, Steve Swink. Ja, die had altijd iets van, oké, maar Tony Hawk heeft best wel veel RPG-elementen in zich. Alleen je doet er niet zoveel mee. Want ja, je kan hoger springen of lager springen. Het zou leuk zijn als je er ook daadwerkelijk iets mee kon doen. En vandaar kwamen ze met, oké, als we ze nou ook nog eens een keer laten knokken, dan kun je die XP of wat je ook doet, dat kun je dan gebruiken inzetten voor betere damage bij jouw vijand. Check trouwens heel even rechts hier, sorry dat ik je onderbreek, maar check hier rechts even die lettertypes. Alles door elkaar. Ja, kijk, dat ik ben afgestudeerd op typografie, dus daar gaat bij mij ga ik dan denk ik van, jongens, als jullie nog een vormgever zoeken, dan bel me even. Ja, maar dit bedoel, kijk nou, alles door elkaar. Denk dat in zo'n game is dat natuurlijk niet leven of dood, maar je moet niet onderschatten, denk ik, hoe belangrijk een mooi vormgegeven, zeker, qua typografie. Dat is wel hoe je speler interacteert met de informatie op het scherm. En de logica daartussen. Dat is een soort gateway. En kijk, ja, hier trouwens ook. Hier was ik even op avontuur. Maar dat vind ik jammer. Want uiteindelijk, ja, hoe je dit concept communiceert naar de gamer, daar is juist tekst zo belangrijk bij. Nee, daar gebeurt nu iets van. Dat is absoluut. En omdat dit dus voor het eerst iets nieuws is, kan het ook best wel
Ja, het zijn twee dingen die je niet... Ja, bedoel, het zou bij een beetje zelf zijn als een FIFA maken waar je ook in kan vechten, weet je. Ik bedoel, het zijn rare combinaties die je niet verwacht. En misschien dat dan is uitleg wat dat betreft belangrijk. Precies, het is natuurlijk een klein team. Je ziet duidelijk dat er nog wel... Misschien hebben ze ook duidelijk de focus op een gegeven moment gelegd op van... Oké, gameplay moet gewoon goed zijn, weet je. Al dat soort dingen. En de typografie dat over elkaar heen zit, dat fixen we later allemaal wel. Technisch gezien, ik zie af en toe wel... Dat hij een klein beetje in een muurtje verdwijnt. Als zeg maar een stukje of... Ja, het is early access. Dat merk je af en toe wel. Je kan af en toe nog... weet je, dan vlieg je ineens uit de map en zo. Maar het is al wel solid hoor. Je kan het echt al wel spelen. En ja. Ik vind ook bijvoorbeeld de stijl qua illustraties en zo. Ja, of het je stijl is, kijk, dat is een tweede. Maar het is wel een mooie eclectische bende van stijlen door elkaar. En ik vind wel dat op zich er al wel goed uitziet. Trouwens ook wel grappig. Veel verwijzingen naar Tony Hawk. De hoofdpersoon heet ook Anton Falcon. Nou ja, goed. Ja, doe de maf. Ik moet wel zeggen dat ik de vibe van de wereld... Ja, het is een beetje dystopisch. Ja. Dat ik weet niet. Je komt de hele tijd een beetje half in zoiets van... Ben ik nou Tony Hawk aan het spelen? Het deed me een beetje denken aan American Skateland, volgens mij heet. Mm-hmm. Een van de latere Tony Hawks. Maar dan met nog meer soort van LSD graffiti vibes eroverheen. Ja. Het is wel consistent, maar het is niet helemaal mijn vibe. Mm-hmm. Maar ze komen nog met meerdere werelden, dus het is nu echt één wereld. Ja. Ja, het is een intrigerende game. Je betaalt er ook niet de hoofdprijs voor. Alleen, ja, laten we ook mild even naar een conclusie toe gaan werken. Nou ja, de vraag is eigenlijk, kopen budget baksloop is een beetje raar in deze, maar dit is vooral van, zou jij nu al instappen of heb je zoiets van, wacht nog even een paar weken zodat ze misschien wat hebben goed gepatcht of... Nee, deze game heeft echt gewoon nog wel een half jaar ontwikkelingstijd nodig. Ja, en dan stap ja, ik later in. Nou, ik zou zelf zeggen, gewoon puur persoonlijk... ik zou even wachten tot die uit Early Access is. Maar als je nou heel erg betrokken wil zijn bij de game... en je wil heel graag ook een bepaalde... ja, toch wel een beetje een aandeel hebben in hoe deze game gaat worden. Mm-hmm. Ik zou het leuk vinden om wat feedback te geven aan de developers. Van ja, ik heb dit en dit. Ik bedoel, als Tony Hawk fan... heb ik nog wel wat dingen waar ik, ja, waarvan ik denk... Nou, dat kan nog wel wat beter. Ja. Voor de echte diehards die echt deze game ook willen meehelpen groeien... of daar een soort aandeel in willen hebben... zou ik zeggen, kan je het nu al wel doen? Als je geïntrigeerd bent op basis van wat je nu ziet... ga het gewoon doen, weet je. Ik bedoel, het is niet de duurste game. Nee. Maar ik zelf ga wachten tot hij uit Early Access is... voordat ik hem echt ga spelen. Omdat ik nog wel een aantal dingen zie waarvan ik denk... ja, dat kan nog wel beter. Ja. Maar het is zeker een veelbelovend, origineel... en er is niets zoals dit. Dus. Nee. Oké, Hellskate dus. Je kunt hem nu inderdaad op Steam gaan halen. Of wacht dan gewoon even tot hij uit Early Access is. Of dat er verbetering is. In ieder geval is die beschikbaar. Hellskate.